Hans, het mannetje is druk bezig, u hoort het wel, met een hele brede beitel. Daarop slaat hij op de achterkant ervan met een grote hamer. Meneer het mannetje? Een hamer van met een grote rubberen kop, zie ik dat? Ja, dat is een soort hard rubber. Ja. Een vuisthamer heet dat. En dat is een beitel van metaal? Ja. Van 10 centimeter breed ongeveer? Ja. Een sesseel. Met een sesseel vlak ik de steen. Vlak en recht, dat zijn de termen die wij gebruiken. U staat nu eigenlijk aan de bovenkant van de steen. Ja. Maar u kunt hem ook draaien, hè? Ja. Ik zie hier een soort mechanisme. Ja. Op een draaitafel ligt hij. Ja. Dan kan ik alle kanten naar het licht keren. Zodat u zelf nooit schaduw maakt op die steen? Ja, dat ik steeds het goede licht erop krijg en de plastiek ervan goed kan zien. En we zien hier op die steen, dus een brede steen van wel een meter breed. Ja. En een halve meter hoog ongeveer, zien we twee prachtige werkpaarden. Ja, inderdaad. En aan de muur zie ik dan de schets die u zelf heeft gemaakt. Ja. Zoals de steen er moet gaan uitzien. Niet dan gaandeweg. Dat is een tekst die eronder komt te staan. Dat is het opschrift, ja. Ja. De steen is een zinnenbeeld. Paarden die kunnen alleen maar lopen natuurlijk om vooruit te gaan. Dat gaat voetje voor voetje of stap voor stap. Zo kun je zeggen, is alles wat zich ontwikkelt gaat stap voor stap. Dus zeg maar de levensomstandigheden van de opdrachtgevers, hun carrière al of niet. Alles gaat gaandeweg. En daar staan dus die wandelende paarden voor. Want die familie, die houdt paarden. Maar het lijkt mij ook een metafoor voor uw eigen werk. Want zo'n steen, dat heb je ook niet in één keer klaar. Ja, daar zitten duizenden slagen zitten erop. Goed. Ja. Na een opleiding als beeldhouwer kwam Hans het mannetje in het restauratievak terecht. Hij herstelde of kopieerde ornamenten in oude panden, veelal in Oud-Amsterdam. Tussen het materiaal van slooppanden kwam hij oude gevelstenen tegen. De manier waarop op die stenen afbeeldingen en taal gecombineerd werden, sprak hem sterk aan. Rond 1970 maakte hij zijn eerste gevelsteen. Jaren later, halverwege de jaren 80, begon hij zijn eigen atelier als zelfstandig beeldhouwer, gevelsteenmaker. Alleen al in Amsterdam heeft hij in zo'n 70 gevels zijn werk laten inmetselen. Verder vind je het mannetje door het hele land, ook in zijn woonplaats Zutphen. Gevelstenen hebben van oudsher een paar thema's. De naam of het beroep van de bewoner van het pand. De naam of de functie van het pand zelf. Bijvoorbeeld een schip op het huis van een kapitein. Een haan bij de familie De Haan. Of de beroemde gapers op de gevel van een apotheek. En natuurlijk zijn er stenen met oude spreuken erop. Verwijzend naar de Bijbel of volkswijsheden. Die oude principes past Hans het mannetje nog steeds toe. Hij vindt het ook heel leuk om te spelen met de taal. De Nederlandse taal is daar zeer geschikt voor, dankzij de homoniemen, woorden met meerdere betekenissen. Ook speelt het mannetje een beetje met het Engels. In zijn atelier staat een gevelsteen met een portret van de oude filmster Clark Gable. En daaronder de letterlijke vertaling van gevelsteen naar het Engels, Gable Stone. Ja, het kwam zo dat in het verleden in Amsterdam ik altijd met mijn Engelse vrienden onbekommerd sprak over Gable Stones, om gevelstenen aan te duiden. En pas jaren later werd ik me van bewust dat het woord Gable Stone in het Engels helemaal niet bestaat, omdat men daar niet een speciale uitdrukking voor heeft. Ook de gevelsteen überhaupt komt bijna niet in Engeland voor, omdat ze een heel andere geschiedenis hebben gehad van uithangtekens, van geveltekens. Dus wanneer je spreekt over een Gable Stone, kan dat alleen maar eigenlijk zijn een gedenksteen voor Clark Gable. Dus die heb ik op een gegeven moment maar gemaakt. U staat altijd met de deur open te werken. Ja. En het vriest nu. Het vriest dat het kraakt bijna. Ik zal u even niet verder storen. En zo direct samen even naar Zutphen. Daar hangen diverse woonhuizen en andere gebouwen. Daar hangen aan de gevel stenen ook van Hans het mannetje. Ook zo naar de andere kant.
Dit is het huis van Wim van der Meij, een graficus. En die heeft zowel aan de voorgevel als aan de achtergevel heeft hij een steen zitten. En is meneer van der Meij thuis? Die zou thuis zijn, maar dan lopen we even naar de andere kant en dan hebben we nog een gevelsteen. Aha. Dag Wim. Ah, mag het even? Ja, tuurlijk. Dag meneer van der Meij. In uw huis zit... U bent etser van uw vak. Ja. Dus aan de voorkant zit er een gevelsteen van Hans het Mannetje van een etsplaat. En aan deze kant zit een gevelsteen, nou zegt u het zelf maar. Die te maken heeft met de naam van dit straatje. De achterkant, de officiële achterkant van dit huis ligt aan het Armenhagen. En het Armenhagen, dat is een straatje waar vroeger tegen de stadsmuren aan armoedige huisjes stonden. Waar arme mensen wonen, vandaar. Om de hoek is het Rijkenhagen. Ja. Hans die heeft een fantastische draai gemaakt met de betekenis van armen. En ook met de betekenis van hagen. Hagen betekent bescherming. En de armen heeft hij op van toepassing laten zijn op de ledematen, op onze ledematen. Ja. Dus hij heeft twee in elkaar gehaakte en elkaar beschermende armen gemaakt in de gevelsteen. Ja. En als titel, en dan ook meteen de titel van het huis, is in de armen gemaakt. Dat staat er ook met zijn mooie letters onder. Nou is uw huis... Zo te zien toch wel een paar eeuwen oud, vergis ik me? Gedeeltelijk stamt het mogelijk uit de 17e eeuw. En dit deel is vermoedelijk begin 19e, zo'n twee eeuwen oud inderdaad. Ja. Is dat de reden dat u zo'n oud gebruik, zo'n gevelsteen, in uw gevel heeft laten plaatsen? Dat speelt zeker een grote rol. Ja. Dat huis, het blijft daar. Als wij er niet meer zijn, dan staat het huis hier met een gevelsteen. En dat is al een fantastisch idee. Vind ik.